behoorlijk lekker bezig geweest daar in Tivoli en Helling. Ook nog Eli Paperboy Reed en de Melkweg en Sharon Jones en de Dap Kings in het MC-theater. Ik zie over iedereen alleen maar tevreden berichten. Een goede avond dus voor live concerten in Nederland. Als je ook ergens was, sms gerust aan 3333. Maar nu ga ik ervoor zorgen dat je begin juli ook helemaal garant zit. Want ook dit jaar brengt het Pitch Festival de beste en nieuwste crossover acts uit diverse muzikale genres. En ja, ik kan dus wel gaan zeggen wat je daar kunt zien, maar het is niet echt makkelijk in een hokje te krijgen of zo. Het is natuurlijk in de Gashouder, in de Westerunie en in het Transformaathuis, oftewel het Westergasfabriekterrein. En dit jaar op de agenda Massive Attack, Moderat, Richie Hawtin, Jungle By Night, Caribou, Little Dragon, Kate Boy en Subtract. Ik kan nog wel even doorgaan, maar ik kan ook gewoon gaan vertellen hoe je erbij kunt zijn. De gast vanavond, DJ-entrepreneur Joost van Bellen. En hij heeft natuurlijk meer dan genoeg bizarre anekdotes in zijn boek Panda Ogen opgeschreven, dat net uit is, maar er zijn er nog veel meer. En hij gaat een pitch houden voor jou. En jij moet bedenken of dit verhaal wel of niet door hem is meegemaakt. Dus je sms't gewoon waar of niet waar naar 4x3 of je roept het in de mobiele app. En voordat je het weet, scoor je dan die kaarten voor Pitch. Nou Joost, daar gaan we. Oké, het was een, volgens mij is het iets van 8 of 9 jaar geleden was er een feest georganiseerd door Jean-Paul Gaultier, de modeontwerper, die voor Madonna ook dingen heeft gedaan. Het was in Zuid-Frankrijk, bij Nice, ergens in de buurt. En ik was daar en toen ben de DJ's draaiden. En er moest een fles champagne open. En ik heb die fles champagne heel ordinair, want ik was dronken. Ik heb geschud. En die kurk gaat eruit en die landt in het oog van Steffen de Walen van 2manydjs. Die moest naar het ziekenhuis en die heeft een jaar lang met een ooglapje opgelopen. Is dit verhaal waar of niet waar? Heeft Joost van Bellen dit meegemaakt? SMS nu waar of niet waar naar 4x3 of roep het in de mobiele app van 3FM. En voordat je het weet, scoor jij die kaarten voor Pitch. 3FM, 3 voor 12 radio. Ik noem St. Vincent wel eens de evil stepsister van Lady Gaga. En ik kijk even naar DJ Joost van Bellen of ik nu gecorrigeerd word. Nee, ik heb geen idee hoe zij eruit ziet. Een evil stepmother, zou die bestaan? Ja, omdat Lady Gaga tegenwoordig niet meer echt is wat ze is geweest, zou het bijna een belediging kunnen zijn voor St. Vincent nu. Maar ik... de arme Lady Gaga. Ja. Dat is zo de best. Ja. Weet je dat we Lady Gaga ooit een Valtifest hadden? Toen wist ik dus echt niet wat het was. En dat doen we met MTV. En die zeiden, die moet er staan. En ik ben het gaan bekijken en luisteren. En dacht, past dat wel bij ons? Maar dat kostte €1000 en er werd de reis van betaald en het verblijf en alles. En daarvoor moest ze optreden. En dan ging ze optreden met 2 dansers en een DJ. En ze deed nog voor het optreden zelf, plakte ze de banner aan de DJ-boot. En daar stond Lady Gaga voor 200 man of zo. Die konden gewoon aanraken en alles. En ze was hartstikke leuk. Voor €1000, wauw. Nou ja, daar hield ze dus echt helemaal niets aan over. Nee, duidelijk. Maar ze stond er wel. Op Valtifest, ja. Te gek zeg. 3FM presents Pitch. Maar goed, nu gaat het niet over Valtifest, maar over het Pitch Festival. Met Massive Attack, met Moderat, met Richie Hawtin, met Jungle By Night, met Caribou, Little Dragon, Subtract en Kate boy. En wie weet ook Lisanne, 23 jaar uit Arnhem. Goedenavond. Hi, goedenavond. Wat heb jij gedaan vanavond? Ik kom net uit de auto. Ik was bij een vriendin geweest. Daar is in Nijmegen met een kampvuurtje zitten. Heb ik heel gezellig, relaxatie gehad. Een kampvuurtje? Waar dan? Nou, achter in de tuin. Zat met een nieuw huis. En toen zijn we daar even een biertje gaan drinken. En even gezeten. We dachten dat het kampvuurtje in dat nieuwe huis was. Oh nee, dat zou een beetje lullig zijn als het net een nieuw huis is. Maar nee, in de achtertuin. Daar gaat het pakket! Nee, nee. Ook leuk. Oké dan. Maar goed, eens even kijken. Ik ben even de draad kwijtgeraakt. Oh ja, een pitchfestival. Joost van Bellen gaat jou een pitch geven. Jij moet vertellen of dat wel of niet waar is. Heeft hij dat wel of niet meegemaakt? Heb je het goed, dan krijg jij die kaarten voor Pitch. Ja, wauw. Ik was ooit in Zuid-Frankrijk, ergens bij Nice in de buurt, op een feest van Jean-Paul Courtier. En daar draaiden 2manydjs. En er kwam champagne aan natuurlijk. En ik was dronken en ik ben die fles gaan schudden. En de kurk sprong eruit en die sprong recht in het oog van Steffen de Walen, van een van 2manydjs. En die moest daarna naar een ziekenhuis en die heeft een half jaar met een ooglapje rondgelopen. Is dat waar of niet waar, Lisanne? Ja, ik dacht juist van Bellen in combinatie met champagne en alcohol vond ik nog wel logisch. Maar ik dacht toch, het is niet waar. Ik ga voor niet waar. Nou Joost? Ja, je hebt gelijk. Het is niet waar. Het is wel gebeurd, maar ik was er niet bij. Dus het was niet mijn schuld. Nee, dat was goed. Maar het is wel gebeurd. Hij heeft een jaar met een ooglapje opgelopen, ja. Met andere woorden, Lisanne, je gaat naar Pitch Festival. Ja hoor. Yes, dankjewel. Geregeld, eerste weekend van jullie kun jij, nou ja, diverse muzikale genres uit gaan proberen. En gewoon lekker uit je pannetje gaan bij Moderat, Richie Hawtin, Jungle By Night, Massive Attack, Little Dragon en Caribou. Heel vet. Ken je die al, Caribou? Sorry? Ken je Caribou al? Ja, van Odessa, dat nummer toch? Nou, dat ben je nou. Kijk, yes. Hoor nou eens wat ik opzet. Mooi voor. Tof hoor, dankjewel. Geweldig. Veel plezier, Lisanne. Dankjewel.